alone in the blue. Yeah! Before we let him play, I'd like for everybody to kind of look to your right and wave to the people from Netherlands who came all the way to watch us. They're going to be having to leave us and just they wanted to say goodbye. There you go. He came home again and didn't come back to Europe. But I knew Montgomery out, back to Mississippi, I think. Waarschijnlijk gaan we zo nog even hier een beetje rondom het meer rijden. En dan de dag hier een beetje doorbrengen en dan vanavond door naar Jackson. I'm going to Jackson. I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson. Look out Jackson town. We'll go on down to Jackson. Ja, nu zitten we dus echt in de. In the country. Kijk eens. Horse fly bite. Hoppakee. Go comb your hair. Honey, I'm gonna snowball Jackson. See if I can. When I breeze in. We zitten nu in Jackson. We zijn hier ingecheckt in een motelletje. En dat is bij verreweg de ranzigste plek waar we ooit geweest zijn. En Freek en ik zijn al wat gewend. Nou, Freek, lig je lekker? Je handdoekje net goed erop gelegd. Nou, ik kom dus niet van mijn doekje af. Oh man, dit wordt echt een terrible night. Echt, als we morgenochtend wakker worden, dan zijn we hier meteen afgetaaid. Dit is echt gewoon een grote randstand. Echt, je mag blij zijn dat je op die film niks kan ruiken, hoe dat hier zit. Want daar hangt je echt een muf. Dat is ongelooflijk. De vloer is ook echt super zompig waar we op staan. Echt te ranzig voor woorden. Echt in Zuid-Amerika, ik kan me niet herinneren dat ik ooit misschien wel in een tent die eruit ziet als dit, maar niet eentje die ook nog eens ruikt zoals ze eruit ziet. Ja. Het is echt een ranzig plek. Beetje dodgy ja, vaak. Ja, een beetje dodgy inderdaad. Dus je moet echt wel een beetje weten waar je heen moet. En nou, in ieder geval in Jackson is dit niet waar je heen moet. Me gotta go pull the P-Road down the bayou. My Yvonne, the sweetest one, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya and a crawfish pie and a filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see Mama Shazamio. Pick his tough, fill fruit jar and be gay, oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Zit de zaadjes in. Nu zijn we dan bij de Mississippi eindelijk. En een mooie riverboat casino en aan de overkant zie je Louisiana. Dit is dus nog de staat Mississippi, daar is Louisiana. Maar dit is hem dan, de Mississippi. Maybelline, why can't you be true? Oh Maybelline. Why can't you be true? You know, back hij is een beetje begonnen met Elvis on stage. Hier is, wat is het, Municipal Auditorium. Waar de Louisiana Hayride was vroeger in Shreveport. En daarvoor staat ook een beeld van
Ja, van de King. Oh, Emily, walking to be true. Ja, dat is toch ongelooflijk. Ook dit Elvis beeld lijkt me van mee. Echt, ik heb al meerdere Elvis bussen beelden gezien, maar altijd die kop die slaat helemaal nergens. Er hangt er een gitaar omheen, je zet er een kuif op. Rainwater blowing all under my hood. I knew that it's doing my motor good. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? So this was the dressing room before he became big, right? You're the municipal auditorium in Shreveport, Louisiana, and this is where Elvis Presley started his career. The first 18 months of his career, he spent here. And every Saturday night, he played in Louisiana Hayride, and after he got a little bit of acclaim, they gave him his own dressing room because he was being swamped by the groupies, and everybody wanted to have a piece of him. You look in these beards, you might see the ghost of Elvis looking back at you. Louisiana Hayride tonight. Yeah. That's all right. That's all right, Mama. Anyway, do. That's all right.